ik heb jullie alles gegeven, dus misschien disappear ik gewoon eventjes voor een tijdje. Dit is wat je daarin aangeeft. Ga je echt disappearen na de release van je album? Nee, ik kwam geen Instagram meer gewoon. kijk, normaal leef ik wel echt zo, hè. Normaal leef ik wel voor deze lifestyle. Veel mensen weten wel, ze wisten wel van mij. Maar je weet niet echt wat ik eigenlijk doe allemaal, weet je. En ik vond het fijn. Ik vond het fijn om, zeg maar, om die mysterieuze, weet je. Want dan kan ik, zeg maar, terugkicken in mezelf. En dat is gewoon... Maar waarom doe je dat? Waar komt die behoefte dat je dan toch eventjes jezelf helemaal wilt terugtrekken van alles? Heb je zeg maar, toen ik 16 was, ging ik naar Engeland op mezelf. Ja. En toen ging ik, zeg maar, bij mijn tante wonen. Dat had toen met je voetbal te maken? Ja, dat was ook gewoon meer omdat ik had gewoon iets anders nodig, weet je. Ik had iets anders nodig. Ik voelde me niet meer zo goed hier zo. En toen was ik gewoon alleen. Maar het was eerst wel moeilijk voor mezelf, maar ik heb mezelf echt leren kennen. Dus ik kan heel goed met mezelf zijn, weet je. En dan kan ik gewoon, weet je, ik ga gewoon even terug in mezelf. Ik check gewoon van, hey, hoe wil ik vooruit gaan wanneer ik weer terugkom in die society, weet je. Dus het is niet eens van ik disappear voor een long time, maar ik disappear wel eventjes gewoon, weet je. En ik ga gewoon leven voor mezelf. Tot jezelf komen gewoon. Ja, gewoon tot mezelf komen. Helemaal tot jezelf komen. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Want je hebt natuurlijk zelf in Nederland heel erg te maken met de drukte, de fame, de lifestyle wat erbij komt kijken. Begrijp je waar dat vandaan komt? Ik kan het wel begrijpen, ja. Dat je af en toe zo wenst. Dat heeft iedereen hier denk ik wel eens. Van dat je denkt, misschien even een dagje gewoon of twee dagen. Het zou al heel wat zijn. Even helemaal niks. Het zou wel lekker zijn. Ja, ik heb het ook meegemaakt met hem, dat hij opeens gone was. Dat hij net de EP af en had hij alles gedaan en opeens was hij opeens even gone. Oké, maar waar is J Books? What the fuck is that going on? En dan komt hij terug, maar dan heeft hij echt binnen een snelle tijd ook een EP, een heel idee, een heel concept. Dus wat hij doet, hij gaat terug en dan komt hij terug met een soort alsof van heel... Een nieuw persoon. Alsof hij alles op een rijtje gaat zetten en dan weer terugkomt met een heel idee. Dat zeggen jullie niet, gewoon ineens klinkt. Nee, je hoort hem opeens even niet, gewoon, maar nadat hij zijn ding heeft gedaan die hij moest doen, dus eigenlijk... Is er ook niet zoveel nood of zo, maar je denkt gewoon, ja, what's up, what the fuck is het? De eerste keer vooral weet je nog niet hoe dat werkt met hem dan. En daarna kom je erachter, oké, dit is gewoon zijn ding, een soort van, het is niet echt een sabbatical, maar hij gaat dan een soort, trekt zich terug. Ik weet niet eens of je, ik vraag me, mediteer je dan ook of zo? Nee, ik weet het niet, want zo voelt het. Hij komt in één keer helemaal rustig terug. Oké, jongens, ik heb een idee en dit is gewoon zijn. En dan komt hij bijvoorbeeld met zo'n Johnny story, met een heel verhaal, alles tot in de puntjes geschreven. Ja. En dan denk je, oké, weet je wat, disappear maar als je maar niet te lang weg blijft. Ja, soms hebben mensen dat dan nodig. Dat is weer die totaal die andere kant. Maar ja, jullie hebben natuurlijk allemaal wel die lifestyle en die fame. Maak jij wel eens gebruik van die fame, eerlijk? Ik ben daar echt slecht in, man. Ja? En mijn mattie zegt ook tegen mij van, je moet daar vaker gebruik van maken. Ja. Als ik dat wil doen, dan ga ik weg met die mattie van mij die zich niet schaamt om, zeg maar, mijn fame in te zetten. Oh ja. Ik kan het zelf niet. Ik kan het niet, man. Ik ben te bescheiden. Ik durf gewoon niks te vragen, zelfs niet van mijn eigen vrienden. Ik durf gewoon niet echt shit van mensen te vragen. Dat is echt niet, dat kan niet, dat is echt niet iets wat je mij zou horen zeggen, nee. Shanna, maak jij wel eens of als je echt weet wie ik ben, dan ja. Je weet wie ik ben! Maar niet hier. Ja. Maar maak jij wel eens gebruik van? Ja, ik maak er wel goed gebruik van. Ja? Ja. Vertel. Nou ja, eigenlijk overal wel waar ik kom, moet ik zeggen, ja. In het begin deed ik dat nooit, maar je moet dat ook doen, hoor. Ja, er is geen begin maar meer voor mij. Ik ben nu al 15, 14 jaar in dit. Ja. Dus ik ben een beetje laat. Maar ik weet het niet. Ik durf het gewoon niet. Terwijl ik weet dat het gewoon zou kunnen. Als je dan, weet je, dan zeg je wel wie je bent. En dan herkennen ze je misschien nog steeds niet. Maar je hoeft niet te zeggen van, kijk wie ik ben. Geef een voorbeeld. Waar maak je gebruik van? Leer me even, hoe kan je het brengen dat het toch niet fucked up is of zo? Oh ja. Dan bel mijn PR-bureau eerst dat we er aankomen. Of er een tafel klaar kan worden gezet. Dat we er aankomen om te eten. En dan een rode loper. En allemaal persfotografen. Ja, oké. Maar misschien is het omdat ik dan eigenlijk zo... Ik kom zo binnen. Misschien zonder bril. Ik wil stiekem binnenkomen lopen. Ik sta naast een plant. Niemand ziet me. Oké, ik ga weer door. Ik wil eigenlijk helemaal niet gezien worden. Ja, ik ben een beetje eigenlijk een studiomuzikant.
die een soort van, waar het een beetje uit de hand is gelopen. Dus, letterlijk is dat gebeurd. En nou ja, toen dacht ik, ja, fuck it, dan gaan we gewoon erin. Maar dus ik wil liever eigenlijk soms niet gezien worden. Nee. Soms is het gewoon irritant. Vooral als ik met mijn kleine, ik heb een soort regel. En die regel is goud. Als ik met mijn kleine ben, maak ik geen foto's. Hé, hey, weet je hoe blij ik ben als ik met hem... Ja, precies. Ik zeg gewoon, als ik met hem ben, maak ik geen pika. Maar alles mijn wifey daar met hem. Ja, zie je die kleine jongen daar met die krullen? Dat is mijn zoon. En als ik met hem ben, maak ik eigenlijk geen foto's. Want soms, dat had ik vroeger niet hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar soms heb ik gewoon niet zoveel zin meer in die soort foto's. Heel soms hoe heb komt ik dat. Dan? Heel soms vergissen mensen zich in het van je bent een volksbezit en hij is gewoon soort, of ik in dit geval ben dan gewoon open en denk van ja hoor, ik wil best foto's. Want als iemand je op een leuke manier approacht, dan wil ik alsnog wel zeggen oké, weet je wat, Malik, ga bij je moeder en dan wil ik best een foto maken, snap je? Ja. Maar sommige, ik heb wel eens meegemaakt dat een meisje me gewoon zo bij mijn gezicht pakt. Hey Jay! En pakt ze me gewoon zo bij mijn gezicht zo. Ja, dat. Ik snap vind hem moeilijk. Ik snap hem helemaal. Dus daarom denk ik. Ja, het zijn dingen die er ook bij horen. Ja, het hoort erbij. Ja. Je moet er gewoon mee dealen inderdaad. Jay Books, nog een spraakmakende lyric in een van je tracks is het volgende.